Jaarafsluiting Telesuur 2019, daarover gaan we het nu hebben. Het komende jaar zal er met alle inspanning gewerkt worden om alle Telesuur-klanten gelukkig te maken. De belangrijkste focus van ons wordt in 2020 daarom klantenservice. Dit zei Telesuur-directeur Mike Antonius gisteren tijdens de jaarafsluiting van het telecommunicatiebedrijf. Hij benadrukte dat er komend jaar geen projecten uitgevoerd zullen worden. Er zal namelijk op één ding gefocust worden en dat is het verbeteren van de klantenservice. Dan heb ik het niet alleen over wanneer de klant stapt in een filiaal, maar ik heb het over de volledige experience van service delivery, service recovery, maar ook hoe spreek je een klant aan. Dus naast het persoonlijk aspect gaan wij in ieder geval aandacht schenken aan de last mile vanaf de kast tot aan huis. En we gaan ervoor zorgen dat wij dat gedeelte optimaliseren en we hebben er maximaal 12 maanden voor. Het is veel werk en daarom zeggen we all focus on that. Want ronden we het goed af, kunnen we meerdere services gaan leveren in de toekomst, waardoor er ook meerdere verdienmodellen kunnen ontstaan. De directeur gaf verder aan dat de systemen waarin er gewerkt wordt ook vervangen zullen worden. Het zijn systemen die er vanaf 1981 zijn en langzamerhand waren aangepast. Maar het komend jaar zullen ze worden vernieuwd, zegt Antonius. Waardoor we ook op zo'n manier klanten sneller en beter van dienst kunnen zijn. Ik benoem dit ook omdat ook dit gerelateerd is aan verbeteren van onze customer service. Uiteindelijk hebben wij dat als info, dat is dat onze enige focus voor het komend jaar. Dat zullen wij maandelijks evalueren. We hebben een kick-off gehad nog deze maand met een aantal unit managers. En de evaluatie gaan we maandelijks doen om erop toe te zien dat we steeds doen wat we gezegd hebben. Dat was Telesuur-directeur Mike Antonius. Hij sprak gisteren tijdens de jaarafsluiting van het telecombedrijf. De focus van Telesuur voor 2020 is het verbeteren van de klantenservice. Ook is gisteren het Telesuur Nationaal Breedbandproject officieel afgesloten.